Dit is momenteel het leven van wielrenner Mark Goos, revalideren van een zware heupblessure. Goos staat nog wel onder contract bij Lotto Jumbo, maar ging niet het podium mee op bij de ploegenpresentatie. Tot zijn eigen verbazing. Ja, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Ik ben ook gewoon renner, dus ja, moet je eigenlijk niet aan mij vragen. Je vindt het zelf ook opmerkelijk? Ik vind het zelf ook opmerkelijk, ja. Ja. Pijn? Ik had er wel graag tussen staan. De medische staf heeft geconcludeerd dat hij op dit moment niet voor topsport in aanmerking kan komen vanwege zijn medische probleem. Dus op dit moment maakt hij geen onderdeel uit van onze ploeg. Maar Mark Goos is vooral teleurgesteld in het moment dat hij dat te horen kreeg. Naar eigen zeggen kort voor het begin van de teampresentatie. 5 minuten daarvoor. En toen? Toen moest ik in de zaal gaan zitten. Heb je er iets van gezegd of hoe gaat dat dan? Daar heb ik niet echt tijd voor gehad. Ja, een beetje een rare situatie. Nou, ik denk dat het best wel goed gecommuniceerd is. Dat hij geen onderdeel meer uitmaakt van de sportieve ploeg op dit moment in 2016. Ik zou niet weten wat we daar beter in hadden kunnen doen. Volgens Lotto Jumbo is Goos gewoon tijdig geïnformeerd. De ploeg ziet de wielrenner niet snel meer terugkeren op het hoogste niveau. Goos zelf is in zijn hoofd nog een renner. Ik heb wel vertrouwen als deze blessure goed komt dat ik ooit alweer op hetzelfde niveau of misschien wel hoger kom. Ja, die kan ik me op zich ook wel voorstellen. Dat je nog steeds wel heel veel hoop hebt. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat hij er zo positief voor zichzelf in zit. Okay. Toch een beetje een raar gevoel over. Ligt dat aan mij? Ja, dat ligt denk ik wel aan jou. Ja.